Ik wist van de inzegening, of van het begin van het oudsterschap van Henk. En ik dacht dat ik de goede preek te pakken had, maar dat bleek in de loop van de afgelopen dagen anders te liggen. Maar dat zal wel aan mij liggen. Maar ik wilde nu graag met jullie een klein stukje delen uit het tweede koningenboek, het tweede hoofdstuk. Dus 2 Koningen 2. En dat heeft alles te maken met onze dienst voor de Heer. 2 Koningen 2, als u een Bijbel hebt of uw telefoon doet het nog een beetje redelijk, dan komt u er wel uit misschien. 2 Koningen 2. Het is een verhaal uit het leven van Elia en Elisa. Dat heeft me al jaren aangesproken en dat heeft me van de week behoorlijk te pakken gekregen. Er is om ons heen, om Henny en mij, ooit een stichting gezet. En die stichting die heet De Mantel. Daar zitten ook wat takken aan. En zelfs hier hebben ze een poosje gebruik gemaakt van die stichting om een ANBI-mogelijkheid te bieden voor de gaven die u geeft. Om ze aftrekbaar te laten zijn voor de fiscus. Maar die stichting De Mantel is ooit opgericht om ons heen. En ik heb zelf gekozen voor die naam De Mantel. Ik zit niet in het bestuur van die stichting, maar ik had wel invloed. En die naam is dus ook een beetje van mij afkomstig, van ons afkomstig. En dat komt omdat die mantel in de eerste plaats, toen dacht ik aan Paulus, die zei tegen zijn anderen, ga naar Troas en neem mijn mantel mee, want het werd winter, het werd koud. En hij wilde die graag mantel hebben, maar hij wilde ook graag de boeken hebben, de perkamenten hebben, waarschijnlijk brieven van de apostelen die hij ook in zijn bezit had. Maar het meest sprekende vond ik vroeger al de sollicitatie van Elisa. Dat vindt u niet in 2 Koningen, dat vindt u in 1 Koningen, maar dat zoekt u dan maar op. Maar Elisa is aan het werk op het land en dan komt Elia voorbij en die pakt zijn mantel en gooit zijn mantel naar Elisa. En die moet daaruit concluderen, ik word geroepen om profeet te zijn. Dat zegt Elia niet, maar dat was het. Dus een mantel, iets wat je kenmerkt, wat aan de kleren kon je een priester herkennen, een koning herkennen en een profeet ook herkennen. Elisa heeft dat heel goed begrepen. Die zegt, maar ik kan toch zomaar niet wegrennen bij die ploegende toestanden, bij ons werk op het land en bij mijn vader en moeder en bij de hele familie. En die zegt, ik wil zo graag afscheid nemen. Dan zegt Elia, nou hoeft het niet meer. Ja, u vindt Elia een beetje een drammer, gewoon, plat gezegd. Dat vond ik ook. Maar de les daaruit vind je in het Nieuwe Testament terug. Als de Heer Jezus zegt in Lucas 9 tegen iemand, volg mij, dan zegt hij, sta mij toe dat ik eerst heen ga om mijn vader te begraven. Dat betekent niet dat hij toen al overleden was, maar als hij gestorven is, ja, dan ben ik pater familias, dan ben ik de bovenste. Dus dan kan ik wel een beslissing nemen. Laat de doden, zei de Heer Jezus, hun doden begraven, maar jij kom hier, volg mij en verkondig het koninkrijk van God. Dus hetzelfde. Elisa heeft die mantel toch opgepakt en later weer teruggegeven aan Elia. Hij heeft een hele tijd met hem gelopen, gewandeld, gepraat, gediend. Hij heeft water op zijn handen gegoten, zegt de Bijbel hoor. En dat betekent iets van, zelfs voor een beetje verkwikking zorgde Elisa. En dan komt het moment dat Elia weggaat. Hij gaat afscheid nemen. 2 Koningen 2. Als u het hebt, ik ga een paar teksten daaruit voorlezen. Want het woord van God is sterker, is beter
dan weet ik veel hoeveel woorden van mij. 2 Koningen 2. Het gebeurde nu toen de Heere Elia in een storm zou opnemen in de hemel, dat Elia met Elisa uit Gilgal wegging. En Elia zei tegen Elisa: blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zei: zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij naar Bethel. En toen kwamen de leerlingprofeten die in Bethel waren de stad uit, maar Elisa toe. En ze zeiden: weet u dat de Heere heden uw meester van u zal wegnemen? Hij zei: ik weet het ook, zwijg erover. En Elia zei tegen Elisa: blijf toch hier in Bethel, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Zijn navigatie was in de war of zo. Maar hij zei: zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo kwamen ze in Jericho. Toen kwamen de leerlingprofeten die in Jericho waren naar voren, naar Elisa toe. En ze zeiden: weet u dat de Heere heden uw meester van u zal wegnemen? En hij zei, voor de tweede keer dus: ik weet het ook, zwijg. En Elia zei tegen hem: blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zei: zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij beiden verder. Zo gingen die twee samen, ooit gelezen die tekst, waarschijnlijk wel, Genesis 22. En 50 mannen van de leerlingprofeten, dat is vers 7, bleven op grote afstand staan en ze beiden stonden bij de Jordaan. En toen nam Elia zijn mantel, rolde hem op en sloeg het water. Dat werd naar beide zijden verdeeld en ze gingen er beide door, over het droge. Het gebeurde nu toen ze overgestoken waren dat Elia tegen Elisa zei: vraag mij wat ik voor u doen zal, voordat ik van u weggenomen word. Elisa zei: laat er toch 2 delen van uw geest op mij mogen zijn. Maar hij zei: u hebt een moeilijke zaak gevraagd. Als u mij zult zien, als ik bij u vandaan weggenomen word, dan zal het u gebeuren. Maar zo niet, dan zal het niet gebeuren. En het gebeurde terwijl ze al sprekend verder gingen. Zie dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel. Elisa zag het en hij riep: mijn vader, wagen van Israël. Dat was een titel, zo van: u draagt ons, u vervoert ons. Wagen van Israël, zijn ruiters. En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn kleren, dus Elisa greep zijn eigen kleren en scheurde ze in 2 stukken. Hij pakte de mantel van Elia die van hem afgevallen was op, keerde terug en bleef aan de oever van de Jordaan staan. Hij nam de mantel van Elia die van hem afgevallen was en sloeg het water en zei: waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij sloeg het water en het werd naar beide zijden verdeeld en Elisa ging erdoor. Nou zou ik dat hele hoofdstuk wel verder willen lezen, maar ik wil proberen iets van mijn hart en van mijn gedachten door te geven. Ik weet dat er velen zijn die bepaalde momenten hebben in hun eigen leven dat ze graag willen horen of God hen of de Heere hen zou willen gebruiken, ja of nee. Ik geloof dat ik mag zeggen dat hier een bijzonder hoofdstuk is gewijd aan het dienen van Jaweh, het dienen van de Heere. En als er één ding helder is, als je bepaalde taken in de gemeente mag verrichten, dat je niet de gemeente in de eerste plaats dient, zelfs niet de mensen van die gemeente die die gemeente vormen, maar dat je de Heere zelf dient, dat het om hem gaat. Knechten van de Heere, dienaren van Jaweh, dienaren van de Heere. En de hamvraag is, hoe gaat dat vandaag in zijn werk? Nou, ik denk dat je hier een soort illustratie hebt hoe de Heere vandaag mensen roept tot een bepaalde taak, maar ook mensen klaarmaakt, gereed maakt voor die taak. En
hoe hij zichzelf daarin ook laat zien. En als er één ding belangrijk is, en dat mag ik zeggen, nou, een aantal jaren dienaren van de Heer te zijn, dat je hem ziet. En je kunt op mensen geen vertrouwen stellen. Je kunt op de gemeente ook niet leunen. Je kunt eigenlijk nergens op leunen. De enige waar je op kunt leunen is de Heer zelf. En ik hoop dat dat gebeurt, Henk. Ik hoop dat dat gebeurt bij jou, in jouw taak, in de dingen die jij mag doen. Er werd in het gebed gezegd, het kan technisch zijn, het kan bestuurlijk zijn, het kan voor kinderen zijn, het kan voor volwassenen zijn, het kan een hand- en spandienst zijn, het kan het uitleggen van het woord van God zijn. Laat dat nu even los, wat het ook is. Maar als je de Heere wilt dienen, zou je dit hoofdstuk een beetje in je hoofd moeten hebben en in je hart moeten leggen. Is echt zo. Dit is zo essentieel dat ik me opnieuw afvraag, hoe ver zitten we eigenlijk? Waar zitten we? Nou, dat stukje voorgeschiedenis heb ik al gezegd. Elisa is al een tijdje bij Elia, is in de leer geweest, heeft hem gediend met praktische dingen, zoals er in de tijd van de Heer Jezus vrouwen waren die hem dienden met hun goederen, die zorgden voor hem. Je mag misschien wel zeggen, die kookten en ze bakten en ze zetten een pot met koffie. Hoe dan ook, ze hebben hem gediend. Dus Elisa was al een hele tijd bij Elia. En Elia is een van die enorme profeten. Die valt altijd op. Door wonderen, door tekenen, door krachten, door een hele bijzondere dienst. En u zegt, Elia, ik denk dat het nu tijd is dat ik naar de Heere ga. Dus we gaan afscheid nemen. En wat gebeurt er, en dat is heel merkwaardig, dan is er een bepaalde route die niet logisch is. Ze zijn in Gilgal, ik weet niet of u weet waar het ligt, maar het ligt dus vlak bij Jericho, bijna aan de Jordaan, bijna in de Jordaan. En dan gaan ze ineens naar Bethel, dat is een heel stuk weg. En als ze daar zijn, dan gaan ze weer terug naar Jericho. En dan gaan ze weer terug naar de Jordaan, dus het is een hele rare, kromme route. En dan gaan ze door de Jordaan en dan gaan ze, ik zeg het heel voorzichtig, maar met een tekst uit Deuteronomium 34, recht tegenover Jericho. Dat was een berg en die berg heette Nebo. En een van de spitsen van de Nebo, dat was de Pisga. En daar is ooit de Heere met Mozes geweest. En daar is Mozes gestorven. Het is heel merkwaardig dat Elia afscheid neemt op de plek waar Mozes afscheid nam. Dat is heel apart. Ik geloof dat de Heer Jezus vlak voor zijn sterven een omweg heeft gemaakt naar diezelfde plek. Ja, u kunt zeggen, Dato, je kunt nooit bewijzen dat het dezelfde vierkante meters zijn. Nou, laat ik het dan maar een vierkante meter naast zijn of een strekkende meter naast zijn. Maar ik geloof het wel. Weet u, hij werd verworpen in Jeruzalem, de Heer Jezus, aan het eind van zijn dienst. Ze hebben hem uit de tempel gegooid, ze wilden stenen oppakken. En hij is weggegaan en hij is over de Jordaan gegaan, daar waar Johannes het eerst doopte. Recht tegenover Jericho. Die doopplaats is er nog. We hebben daar een paar doopdiensten mogen houden, onlangs, een paar jaar terug. Ik wil zo graag duidelijk maken dat de Heer Jezus diezelfde route ook ging, voor hij opgenomen werd. Ik ben er diep van overtuigd dat om een bepaalde reden Mozes en Elia aan elkaar gekoppeld zijn. Die twee zijn bij de Heer Jezus op de berg van de verheerlijking. Dan zien ze de Heer Jezus en ze spreken met de Heer Jezus over wat hij zou gaan doen in Jeruzalem. Dat onderhoud van Mozes en Elia samen met de Heer Jezus. Nou, Petrus heeft het er later over. Toen van de luisterrijke heerlijkheid zulk een stem tot hem klonk. Dit is mijn geliefde zoon, hoort hem. Dat is daar gebeurd. Ze waren diep en diep geraakt, diep onder de indruk van wat zich daar op die berg heeft voorgedaan. Maar wie waren dat? Mozes en Elia. Waar heeft Mozes ooit de Heere gezien? Nou, dat was in die grot, in die rotsholte van de berg Horeb.
Daar heeft hij gestaan. En toen ging de heerlijkheid van God voorbij. Nou, alles sidderde, alles beefde, alles trilde. En Mozes heeft zijn gelaat omwonden en heeft de heerlijkheid van God gezien. Waar heeft Elia de heerlijkheid van God gezien? Exact op diezelfde plaats. Want Elia was een keer, u vindt dat in 1 Koningen 19, direct na die Baalsdienst op de Karmel met die priesters en die hele toeters en die bellen van toen. En daar is hij helemaal heen gelopen en komt daar bij dezelfde berg, bij dezelfde rotsholte. En daar zit hij in diezelfde opening. En wat ziet hij daar? De glorie, de heerlijkheid van God. Die twee hebben beide op dezelfde plaats de glorie van God gezien. En ze hebben daarover gepraat, ze hebben daarover geschreven. En ze hebben met de Heer Jezus over die glorie van God gesproken. En daar moest een basis voor zijn. Wilde ooit Gods heerlijkheid, Gods majesteit, Gods geweldige grootheid zichtbaar worden, dan moest dat daar gebeuren. En nu gaan ze daar weer naartoe, die twee. Dus dat is geen toeval, hè? Dit is planning. Dit is bijna voorzicht. Je zou bijna kunnen zeggen, dit had je kunnen voorspellen. Daar gaat Elia nu naartoe. Samen met Elisa. Ik heb de afgelopen week het boek Amos nog eens gelezen. Dat is geen Bijbelboek waaruit vaak geciteerd wordt. Maar dat staat wel in uw Bijbel. Het was een boer, een veehouder. Heeft hele bijzondere dingen gezegd. Maar ik vond een hele merkwaardige, een hele merkwaardige opsomming. In Amos 3, vers 3, moet je kunnen onthouden. 3, vers 3, daarom is het zo makkelijk. Daar staat, zouden er twee samengaan of te samengaan als ze het niet eens geworden zijn. Daarom zei ik zo pas al in mijn inleiding, zo gingen die beiden samen. Dat staat er van Abraham en Isaac die samen naar de berg Moria gingen om daar een offer te brengen. Zouden er twee samengaan als ze het niet eens geworden zijn. Als de Heer Jezus zegt, met alle voorzichtigheid, ik ben niet alleen hoor. Je denkt wel dat ik alleen ben, maar ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. Zouden er twee samen gaan als ze het niet eens geworden zijn? Die waren het eens. Zo gingen beiden verder. Ik heb het met je gelezen, zo gingen ze beiden verder. Die twee. Maar Amos, dit was 3 vers 3, hè? Amos 4 vers 4 is toch ook makkelijk te onthouden. Daar staat, in Gilgal, daar worden afgodenoffers gebracht. En daar wordt zuurdeeg geofferd. Wat niet bij de Heere hoort, wat niet bij de Heere kan zijn, dat gebeurt daar. In Gilgal en in Bethel, notabene. Daar, Amos 4 vers 4. Nou, nu gaat u nog een stapje. Amos 5, vers 5. Moet je ook kunnen onthouden. Daar staat, ga niet naar Bethel en ga niet naar Gilgal. Zoek de Heere, zoek mij en leef. Hele merkwaardige teksten achter elkaar. Dus 3, vers 3, 4, vers 4, 5, vers 5. In een heel bijzonder boek, misschien altijd een beetje aan de kant gelegd. En nu gaan Elia en Elisa die route. Met z'n tweeën. Ze zijn het eens geworden. En nu zegt Elia tegen Elisa, je moet maar in Gilgal blijven. Nou, Gilgal was de plek waar Israël, toen ze net door de Jordaan waren getrokken en de stenen uit de Jordaan een stapel vormden, een soort monument zijn gaan vormen. En waar ze voor het laatst manna hebben gegeten en voor het eerst van het land hebben gegeten en daar nog een keer Pascha gevierd ook nog. Maar daar verscheen de vorst van het Heer des Heren die tegen Mozes, tegen Jozua zei, nu ben ik gekomen, nu is het mijn tijd. Daar in Gilgal, de Heer verscheen daar. Dat is Gilgal. En wat was het geworden? De Bijbel zegt, ik ga het niet allemaal opzommen, want dat is negatief, maar de Bijbel zegt dat ze daar
een koperen slang hebben neergezet. Die koperen slang, weet u wel, waar ooit de mensen naar moesten kijken. Van, wilden ze in leven blijven? Wilden ze gezond worden? Wilden ze gezond blijven? Dan moet je kijken naar de slang. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo zal ook de zoon des mensen verhoogd worden. Heel bijzonder. Hadden ze in Gilgal neergezet. Ja, we hebben wat, hè? Dat werd een soort bedevaartsoord. Nu heb ik het al gezegd. Je kunt van Wittenberg in Duitsland een bedevaartsoord maken, maar daar heeft Luther ooit die 95 stellingen aan de deur van de slotkapel gespijkerd. Je kunt van Kesteren ook een bedevaartsoord, of van Opheusden, of van deze dienst. Je kunt naar Calvijn kijken, je kunt naar Spurgeon kijken, je kunt naar Darby kijken, je kunt... Pak maar. Maar vanaf het moment dat dit een soort bedevaartsoord wordt, en maak daar dan Rome van, ik wil geen katterigheid zeggen, dat bedoel ik niet. Maar ja, dat is dan een soort heilige stad geworden. Zonder de Heer of met de Heer? Nou, toen was het zonder de Heer. Want de Bijbel zegt dat de engel des Heeren uit Gilgal was vertrokken, omdat Israël denkt, nou, we hoeven niet steeds datzelfde te zeggen en niet steeds op dezelfde plek terug te komen. Dus we moeten verder, hè? Je moet verder kijken. Uit Gilgal naar Bochim gegaan. Dat betekent dus, daar is de Heer niet meer. Zoek niet Gilgal, zegt Amos 5, vers 5. Zoek niet Bethel, maar je moet mij zoeken. En als ik één ding tegen jou wil zeggen, Henk, of tegen ons allemaal, als we voor de Heer een bepaalde dienst zouden willen doen, we moeten naar hem zoeken. We moeten bij hem zijn. En iedereen vindt je dan een beetje, ja, nou, dat is van vroeger, dat wisten we al lang en zo. Dat krijg je dan over je heen gestort. Maar dat is nu precies wat er gebeurt. Gilgal begon schitterend, echt magistraal. Nou, toen zei Elia, je moet hier maar blijven. En Elisa zegt, gelukkig, nou, geen sprake van, ik wil bij u blijven. Tot wie zullen we heen gaan? Zou Mozes gezegd hebben, want u hebt woorden van eeuwig leven. Dus moet ik hier blijven? In die tijd was Gilgal al een plaats van, nou ja, van herinnering natuurlijk. Maar het ging niet meer over hem, niet meer over de Heere. Maar het ging over wat Israël daar beleefd heeft. Wat ze daar meegemaakt hebben. Mag je dan niet terugdenken aan wat je meegemaakt hebt? Jawel. Maar vergeet nooit dat er iemand is die je daar heeft gebracht. En die je vandaar ook verder wil brengen. Ik wil zo graag duidelijk maken dat we vandaag in onze tijd enorme verzandingen hebben. En dat we het niet meer over de Heer Jezus hebben, maar over wat daar gebeurd is. Geschiedkundig. Bussen vol gaan nu naar Wittenberg. Ik ook, ben ook geweest. Ik wil ook die kerkdeuren wel eens zien waar die 95 stellingen aan gespijkerd zouden zijn. Maar het gaat niet meer over de Heer Jezus. Het gaat over wat daar gebeurd is. En de vraag is, als je iets doet in de gemeente, gewoon uit traditie, is dat verkeerd? Nee, een goede traditie is niet verkeerd. Maar vanaf het moment dat de traditie boven beleving komt, zit je fout. We gaan naar Bethel, zei Elia. Nou, wat was in Bethel gebeurd? Och, toen Jacob, ja natuurlijk, ja ladder uit de hemel. De Heere is aan deze plaats. Bethel, huis van God. De Heere woonde daar. En wat was het geworden? Nou, in die tijd, het is de tijd van Elia, was er een koning Achab, weet u wel, wat hij met Bethel gedaan heeft. Een meneer uit Bethel heeft, Hiel, die kwam uit Bethel en die heeft Jericho herbouwd. Had nooit gemoeten, maar het is wel gebeurd. En in die tijd was er al een altaar in Bethel, bij Jerobeam stond bovenop het altaar, weet je wel, dat was nog een paar jaar eerder. En die zeiden, dit is het altaar van de Heere, dit afgoderij. Zo'n mooie plek, de Heere is aan deze plaats afgeweken.
De Heer heeft mij naar Jericho gestuurd. Ik ga het versneld doen. Want het komt allemaal terug in dit hoofdstuk. Maar Jericho had nooit herbouwd mogen worden. En ik ga proberen mijn gevoelens en mijn gedachten daarover te uiten. Ik hoop ook dat je het een keer wilt opzetten. De Heer zei van Jericho, die mensen hebben het helemaal verknoeid. Dus ik moet met mijn oordeel komen. Ik heb al mijn geduld erin gestopt, maar ze hebben niet geluisterd. Alleen het zilver, het goud, het koper, het ijzer in Jericho, dat moet je eruit halen. En dat moet je bij de schat van het huis van Jahwe, bij de schat van het huis des Heren brengen. Ik zal het voorzichtig zeggen. Het feit dat je bepaalde capaciteiten hebt, Henk, dat zit door God gegeven. En de Heer wil dat die capaciteiten niet, laat maar zeggen, genegeerd worden, die we die gaan gebruiken. Maar je moet ze echt eerst voegen bij de schat van het huis des Heren. Of ik nou het over spreken heb, de mogelijkheid om te zeggen, om iets uit te leggen, of dat ik het technische, of het elektronica-achtige, of het werken met kinderen bedoel, of het schilderen bedoel, of het zingen bedoel, het muziek maken bedoel. Alles wat je gegeven hebt, heeft de Heer gezegd, nou, dat is op zich goed. Maar daar is een verkeerd gebruik van gemaakt. En de hele wereld is trots op zichzelf. En daar stikt het van. En daar gaat het ook kapot aan. Ik weet nog dat ik een beetje saxofoon speelde. Dat kan ik nog wel, waarschijnlijk, maar ik oefen niet meer. Maar dat ik zo trots was als een pauw. Want er waren concerten en er waren uitvoeringen. Mijn vader en ik vormden een duo. En dat sloeg aan. Dat was heel goed in die tijd. Toen ik tot geloof kwam en echt bewust mijn leven aan de Heer heb gegeven. Toen heeft de Heer gezegd, je moet je mijn saxofoon aan mij geven. Nou, ik denk, het is toch prachtig dat je saxofoon kunt spelen. En dat je kunt het toch voor de Heer gebruiken. Nou, daar gaat hij, weet je wel. En alle logica ontbreekt. Hè? En ik heb je saxofoon aan de Heer gegeven. En daar is het nog. Ik heb nu weer twee saxofoons, al een hele tijd. Ik speel er alleen niet meer op. Maar ik bedoel niet, het zit hem niet in dat gekke ding. Dat is best goed. Ik ken een broeder die fokte heel graag konijnen. En die was er zo druk mee. Konijnen, concoursen, wedstrijden. En toen zei de Heer, je moet die konijnen fokkerij. Mag je geen? Oh, ja, natuurlijk wel. En dan spaarde postzegels. Nou, een hele verzameling, filatelist. En ook naar beurzen en naar weet ik veel waar verhandeld werd. Postzegels. En jij dan? Wat heb jij? Wat is jouw hobby? Wat houdt je vast? Jericho moet vallen. Dat is dit. Het menselijke en geestelijke zaken. Is dat op zich fout? Nee, de Heer gebruikt je stem. Gebruikt je muzikaliteit. Gebruikt je capaciteit om met jeugd om te gaan. Gebruikt de mogelijkheid om te spreken of te zingen of te besturen of handige dingen te doen, te bouwen. Bezaliel en Oholiab, die hebben de hele tabernakel in elkaar getimmerd. Nou, schitterend werk geleverd. Maar ze hebben het misschien niet gepreekt. Staat dat althans niet in de Bijbel. Maar je moet het naar de Heer geven. Maar als je het nu weer terugneemt, en dat gebeurde in die tijd, Jericho was weer herbouwd. Had niet gemoeten. Zou ten koste van je jongste en van de oudste gaan. Is er gebeurd. Hiel uit Bethlehem, sorry, niet Bethlehem, uit Bethel heeft dit gedaan. Het gaat ten koste van de follow-up. Er is geen resultaat, er is geen nazaad. Wil je hier blijven? Nee. Als u daar niet blijft, als u daar niet bent, zegt Elisa, dan kan ik er ook niet zijn. En ze gaan naar Jericho. Na Jericho gaan ze naar de Jordaan. En dan weer die mantel, pad dwars door de Jordaan. Dus het omgekeerde, ze zijn vroeger uit de woestijn door de Jordaan in Gilgal. Nu gaan ze uit Gilgal door de Jordaan naar de woestijn.
Dus het omgekeerde. En dan komen ze dus uit bij die berg Nebo, Deuteronomium 34, lees maar eerst de eerste versen. Recht tegenover Jericho, staat er echt bij hoor. En daar komen ze. En daar zegt Elia niet meer, wil je hier blijven? Hij zegt, moest luisteren, dan gaan we samen verder. Zo gingen die beiden samen. Gaan er twee samen? Zomaar? Nee, omdat ze het eens geworden zijn. Ik wil zo graag tegen iedereen zeggen, als je iets voor de Heere wil doen, dan moet je deze route eigenlijk leren. Echt. Dit is code groen hoor. Dat kan ik je verzekeren. Dit werkt. Dit geeft een bijzondere zegen voor jou. Je leert zien dat ik het niet moet hebben van overlevering, ook niet van traditie, ook niet van men zegt dat, maar ik moet het van hem hebben. Nog een keer Amos 5:5. Ga niet naar Bethel, ga niet naar Gilgal, maar zoek mij en leef. Dit is zo sterk. Echt, dit is zo sterk. Dit is het woord van God. En dat woord van God gaat verder. Ze gaan dus door de Jordaan en ze wandelen en ze praten met elkaar. Nou, ik weet niet hoe ver ze gewandeld hebben. Ik neem aan dat ze bij de Nebo zijn uitgekomen. Dat denk ik omdat Gods orde aangeeft dat ze precies op dezelfde plek moeten zijn geëindigd. Maar laat het maar los. Hoe ook. Toen Mozes heen ging, heeft God hem als beloning op al zijn werk meegenomen. Zegt Mozes, kom eens met mij mee. Dat wordt altijd als een soort straf gezien dat Mozes één keer ongehoorzaam was en daardoor zo moest boeten. Nou, dat is niet zo. Hij heeft toch gehoord, je komt het land niet in, maar zijn taak was voorbij. Zijn dienst was over. De Heere God zei, ik heb jou bedoeld om dat volk uit het land in het land te brengen. En toen dat gebeurd was, toen was je taak over. En nu ga ik je nog één keer laten zien waarom je dit allemaal gedaan. En dan moet je nagaan dat de Heer hem meeneemt en daar op die top van de Pisga laat zien. Dit is het hele land. Ik zal je dan ook alles laten zien. Nog één keer een overview over dat hele prachtige land. En daar heeft Mozes van gezegd, dit is het Heer. En de Heer heeft hem daar begraven, ergens. Niemand weet zijn graf. En nu komt Elia daar. En ineens gebeurt het. Wagens, ruiters, paarden. En de Heere neemt Elia nu weg in onze geschiedenis. En daar gaat hij heen. Alsof ze de Heer Jezus nastaarden in Handelingen 1. Weet je wel. Ze hebben hem nagekeken. Glorie van God. En er komt een engel naast hen staan, die zegt, zoals hij van u is weggegaan, zo komt hij terug. Tegen jou en mij, zegt hij Jezus, als je mij ziet, opgenomen in heerlijkheid, dan weet je, want Johannes 14 staat in je Bijbel, Johannes 14 staat in je Bijbel, Johannes 14 staat in jouw Bijbel. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, en als ik dat gedaan heb, dan kom ik terug om jullie ook te nemen, opdat ook jullie zijn mogen waar ik ben. Als je dat gezien hebt, dan verandert alles. Dan krijg je een dubbele portie. Dan ben je niet alleen gered, dan ben je niet alleen verlost van je schuld en van je zonden. Applaus, ja, als je dat zou kunnen zeggen. Mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Het is helemaal goed tussen God en mij. Amen. Dat mag, als je gelooft in de Heer Jezus, dan mag je dat zeggen. Maar je krijgt nog meer, want de Heer Jezus zegt, ik wil je niet alleen hier in kesteren laten met vergeving van schuld als een soort certificate, als een soort diploma van mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Nee, ik wil je bij mezelf hebben. Ik wil je daar hebben waar ik zelf ben. Dat is een dubbele portie. Dat is het eerstgeboorterecht. Want u bent bij de gemeente van eerstgeboren. Als u gelooft in de Heer Jezus, hoort u nu bij de Philadelphia gemeente. Ja, naam is goed. Prachtige naam. Maar u hoort bij de gemeente van eerstgeborenen, Hebreeën 12. Daar staat het. Daar hoort u bij. En u hebt een dubbele portie. Niet alleen schulddelging, dat is al eindeloos prachtig, maar veel meer. Veel meer dan dat. En de Heer Jezus zegt, ik ga daarheen om je plaats te... Als je dat gezien hebt, ja, dan ben je gebof. Dan ben je, nou ja, ik had bofkont willen zeggen, ik heb nu ook gezegd, maar pak maar een andere woord. Maar dan ben je gewoon buitengewoon gezegend. Dat is toch enorm? Dat is toch super?
Dat jij zo gezegend bent. Nou, en dat motiveert iemand. En dan valt die mantel van Elia van hem af. Ja, dat zal de Heer wel zo geregeld hebben. En Elisa denkt, nou, dan kan ik mijn kloffie wel in tweeën scheuren. Want ik pak die mantel, doet de mantel van Elia aan. En de mensen zeggen, ja, Elia, Elia komt eraan. Zal ik het zo zeggen? Als je komt met die taak, de Heer Jezus komt eraan. De mantel van de gerechtigheid, het kleed van het heil, omgedaan. Dienaar van hem, dienaar van de Allerhoogste. Zoals Elisa, dienaar van Elia, zo vertrok. En een hele rits wonderen gaat doen, maar daarover nu niet. Maar dit schitterende, schitterende schouwspel, als je ziet dat hij naar de hemel is gegaan, ja, dat bepaalt alles. En dat verandert alles. Jouw kijk, jullie kijk op wat er gedaan mag worden voor de Heer Jezus, is gekoppeld aan hem die in heerlijkheid is en die zegt, en daar bereid ik een plaats en ik kom jullie daar ook brengen. Ik wil dat jullie zijn waar ik ben. En ik heb jullie de heerlijkheid, de glorie, de schittering, de pracht van dat huis van de Vader gegeven. En jullie zullen tot in altijd door in eeuwigheid genieten. En dat is het motief. Dus het motief voor dienen is, wie is hij? Nog een keer Amos 5, vers 5. Zoek niet Bethel. Dat is traditie. Dat is vorm. Dat is wat er ooit gebeurd is. Maar dat heeft niks met jou te maken. Zoek niet Gilgal, ook niet, maar zoek mij. De mantel van Elia oppakken is nu. De mantel van de gerechtigheid aandoen. De klederen van het heil aantrekken. En zeggen, Heer, wat mag ik voor u doen? Voor u doen. En dat verandert alles. En dat is, denk ik, de meest grote motivatie die je overhoudt. Dit hou je iedere keer over. En iedere keer moet ik terug naar dit punt. Mijn eigen kleren weg. Dus niet wie ik ben en wat ik etaleer. Maar wie u bent. Heer Jezus, wie u bent. En als dat gebeurt, dan is de gemeente gezegend. Buitengewoon. Maar jij bent net zo goed bruikbaar op jouw plek. Het is niet alleen maar een officiële plek of een officiële functie. Maar het is jouw hart, jouw wezen, jouw bestaan om de Heer Jezus te eren en te dienen. Ik hoop ook dat dat gebeurt. Amen. Vader, ik wil bidden. Vader, dank u wel dat u ons zo daarbij wilt zijn en ons zo wilt aanvuren, aangorden en zo wilt gebruiken om een beetje op Mozes en Elia te lijken. We danken u dat ze beide de stormen van hun leven in hun leven hebben gezien. Maar dat ze zo bijzonder gebruikt zijn. En die beide mannen die komen eigenlijk in één hoofdstuk naar ons toe. En die kwamen ook naar de Heer Jezus toe. Toen hij op die berg was, de berg Tabor, waar ze met hem gesproken hebben over wat hij zou gaan doen op het kruis. Dank u wel voor zulke dingen, voor die prachtige beelden uit de schrift die ons zo aanspreken, die ons ook motiveren om ook vandaag verder te gaan tot uw eer. We willen u zo bidden dat dit gebeurt. Niet alleen bij Henk, maar bij mij. En bij Jan, en bij Jan, en bij Gerrit, en bij ons allemaal.